Hallo, we gaan verder met wiskunde HAVO eindexamen 2007 en nu zijn we gekomen bij opgave 4. Opgave 4 luidt als volgt. Gegeven de functie fx is min x kwadraat gedeeld door x kwadraat plus x min 2. En er wordt gevraagd om van functie f het domein, het nulpunt en de vergelijkingen van de asymptoten te bepalen. Oké, we gaan als eerst beginnen met het domein. Hoe gaan we het domein bepalen? Bij het bepalen van het domein, dan moet je dus weten dat je noemer, in dit geval, x² plus x min 2, niet gelijk mag zijn aan 0. Ja? Stel je noemer op x, n is noemer, hè? Noemer niet gelijk aan 0, dan wordt het x² plus x min 2 is niet gelijk aan 0. Je kan dit ontbinden in factoren. In x plus 2 maal x min 1, dat is niet gelijk aan 0. Dan wordt het x is niet gelijk aan min 2 of x is niet gelijk aan 1. Het domein is dan, let wel, de verzameling R. De verzameling R is de verzameling van de reële getallen met uitzondering van min 2,1. Dat is het domein. Min 2 en 1. Want als je dit substitueert, dan wordt die noemer 0. Toch? En juist mag de noemer dat geen 0 zijn. Vandaar dat je die min 2 en die 1 eruit haalt. Oké, nu bij nulpunt. Hoe bepalen we nulpunt? Bij nulpunt hadden we altijd gezegd dat we de functie moeten stellen aan is gelijk aan 0. Stel, fx is 0. Ja, fx is min x kwadraat gedeeld door x kwadraat plus x min 2 is 0. 0 kan je schrijven als een breuk 0 eende. En in dit geval gaan we kruiselings vermenigvuldigen. We hadden iets eerder gezegd bij kruiselings vermenigvuldigen. Vermenigvuldigen we deze teller met deze noemer. En deze noemer met deze teller. Als we dat hebben gedaan, komen we op min x kwadraat is 0. Dus hieruit vloeit voort x is 0. Ja? Maar dan zijn we nog niet klaar, want bij een nulpunt heeft een x en een y-coördinaat. We hebben die x-coördinaat gevonden, x is 0. Nu moeten we de y-coördinaat vinden. En dat vinden we door die x is 0 te substitueren in fx. Substitueer x is 0 in fx en dan krijg je de y-coördinaat. We gaan het substitueren, is dan min 0 in het kwadraat, gedeeld door 0 kwadraat plus 0 min 2, dat wordt dan 0 gedeeld door min 2 is 0. Het nulpunt bestaat uit de x en de y-coördinaat, x is 0, y is 0. Nulpunt is 0,0. En bij het bepalen van de vergelijkingen van de asymptoten, moet juist